Hey beste kijkers, welkom op deze gloednieuwe weerupdate van Noodweer Benelux. We zijn vandaag zondag 21 mei 2023 en we maken een extra weervideo. Ja, Nicolas, wat mag daar dan wel de reden van zijn? Heel simpel, er zijn onweerskansen in de Benelux en dan gaat u op deze weervideo's de allerlaatste stand van zaken krijgen. En hoe doen we dat? Dat doen we door analyses te maken op weermodellen. En het zijn de weermodellen die net binnen zijn, dus de laatste nieuwe informatie. Als u deze updates op YouTube heel interessant vindt, ja, dan zou ik zeggen, abonneer gratis op dit YouTube-kanaal. We zijn bijna met 24.000 leden, ongelooflijk veel. En vergeet ook zeker jullie waardevol duimpje niet. Ik weet dat heel veel van jullie deze weervideo's ook delen op hun eigen social media, zoals Facebook, Twitter of andere websites. En dat doet ons uiteraard heel veel plezier. Nu, we gaan er onmiddellijk induiken. Als u dit nog niet kent, heel simpel. Het eerste scherm, ja, dat is traditioneel onze website. Ja, de website, Nicolas, waar vinden we die? Ja, heel simpel. In Nederland, in België, in Aruba, in het buitenland te vinden onder de naam noodweer.be. Trouwens ook te volgen op onze socials. U ziet de knoppen staan rechts bovenaan. Nu, de onweersverwachting die zit vooral in Nederland. Nu, de Belgische kijkers, ik heb ook voor jullie heel goed nieuws wat mooi weer betreft. Dus ik zou zeggen, hold on. Misschien zijn zelfs ook onweerskansen de eerstvolgende dagen voor die regionen. Laten we er meteen even induiken. Het weerbericht is heel duidelijk. Op de meeste plaatsen vandaag op zondag aangenaam weer. Nu, dat gaat dan wel veranderen in de loop van de dag. Maar wat gaat er veranderen? Wel, Nicolas, daar gaan we meteen even door met iedereen die kijkt. En ja, tegenwoordig elke video haalt 3.000, 4.000, 5.000 kijkers. Het is ongelooflijk veel. Dus ik zou zeggen, jump into it. En ja, hier de temperatuurkaart van het Nederlands weermodel Harmonie is toch niet minnetjes, is zelfs zeer positief. Enkel het noordwesten van Nederland, de Belgische kust, ja, als u daar vertoeft, schrik niet. Vrij veel zon, dat wel, maar een koude wind. Ja, 14 graden de Waddeneilanden, 15 graden Belgische kust. Groot verschil met het binnenland. Dat is een klassiek verhaal. We zien eigenlijk het omgekeerde patroon in het najaar, in de herfstperiode. Maar vandaag, 21 mei, de warmste plekjes richting het oosten van Nederland, het noordoosten van België. 24, ja, laat ons daar gewoon lokaal een zomerse 25 graden van maken. Holy pepperonis. 25 graden, een eerste zomerse 25, denk ik niet dat het is. Maar ja, als we de hele lente in het achterhoofd houden, is het toch wel magertjes geweest tot nu toe. Dus geniet daarvan, mensen. Nu, als we even kijken naar de neerslagberekening van het Duits weermodel ICON, ja, dan is het allemaal niet zo heel veel soeps. Waarom dan ook deze video? Ja, omdat er wel wat meer weermodellen zijn in het weermodellenland. Dus het Duits weermodel ICON, vrij karig met neerslag, met die buien op 21 mei. Maar... Het is een probleem van convectietemperatuur. Wat is convectietemperatuur? Ja, dat is eigenlijk een heel simpel woord voor wanneer gaan de luchtbelletjes met onstabiliteit beginnen stijgen, wanneer worden wolken gevormd en bij welke temperatuur. Dus die temperatuur moet hoog genoeg gaan op zondag 21 mei 2023. En het is de vraag of dat gaat lukken. Bij ICON eigenlijk niet of nauwelijks. Wel, dan hebben we ook Harmonie. Holy pepperonis, drop a bomb in de weervideo. Yo, het Nederlands weermodel van onze collega's bij het KNMI. Kijk eens hier, jongens. Wow, Oost-Nederland. Wow, paarse tintjes. 30, 40, 50 liter mogelijk bij deze onweersbuien. Een groot verschil met het Duits weermodel ICON. Gooi dat maar in de vuilbak. Als u een onweerliefhebber bent, dat wil u niet. Maar ja, Harmonie die zegt, oké, we gaan toch wat vuurwerk geven. Klank- en lichtspel in de Benelux en dan vooral in die regio. En als dat om buien gaat, mensen, moeten wij als weerdienst uiteraard ook waarschuwen. Lokaal valt alles eruit, lokaal is het heel erg droog. Dus hou onze regenradar in de gaten. Waar vindt u die? Simpel, noodweer.be. Wat hebben we daar ook staan? Onze onweerradar. Dus deze buien gaan niet alleen veel regen veroorzaken, maar ook onweer en zelfs kans op hagel. Er zijn heel spicy berekeningen, maar dat gaan we met een korrel zout in deze weervideo droppen. Een 3 tot 5 centimeter qua hagel. Herhaal. 3
tot 5 centimeter qua hagel. In die zone waar die onweersbuien kunnen ontstaan. Dus toch even vinger aan de pols, mensen. Waarschuwen, heel belangrijk. Sensatie niet, maar toch waarschuwen, want een 3 tot 5 centimeter hagel in de berekening, in de soundings, ja, dat is niet van de poes, uw wagen zal maar buiten staan. Dus hou dat zeker in de gaten, wanneer valt dat allemaal? Ja, dat wil u uiteraard ook weten, of wanneer is die kans het hoogst? In de avondperiode, dus in de avond van zondag richting de maandag 22 mei. In deze betrokken regio, het oosten van Nederland en zo uitbreidend naar het noorden van Nederland. Nu goed, nogmaals, ik zeg het niet heel vaak in mijn weervideo's, maar als u dit heel leuke, informatieve updates vindt, ik zou zeggen, kom er gezellig bij, abonneer even gratis op dit YouTube-kanaal, bijna met 24.000 leden, crazy, en een duimpje, ja. U vindt het duimpje hier onder mij, onder deze video. Dat doet mij heel veel plezier. Dus twee weermodellen hebben we gezien. Icon, harmonie, waarbij we kunnen besluiten harmonie meest intens met die onweersbui. Nogmaals mensen, wij als weerdienst, als Noodweerbeheerlux, doen ons uiterste best om te voorspellen waar die buien gaan vallen. Maar we kunnen ze natuurlijk niet gaan forceren om te gaan vallen. Het zijn buien en veel hangt af van die convectietemperatuur. Te veel bewolking vandaag en het is game over. Geen convectietemperatuur die wordt gehaald. En dan gaan we het icon-scenario volgen, namelijk droog in grote delen van Nederland. Maar ik denk persoonlijk dat het er lokaal wel gaat op zijn. Want ja, er zijn meerdere weermodellen die dat onstabiel scenario berekenen. Dus laat ons hopen dat het allemaal wel meevalt. Er zal ook later vandaag een waarschuwingskaart verschijnen op onze site. Dus wij zijn er ook wel redelijk van overtuigd. En als u in die omgeving woont, opgelet. Nu, GFS, Global Forecast System, Amerikaans weermodel, dat is een heel leuk kaartje voor de inschatting van onweer. U heeft het misschien al gevonden op onze website. Het staat bij het tabblad Weerkaarten en dan bij onweer. En hier zien we heel duidelijk dat er een groot risico is op onweer in het noordoosten van de Benelux. Dus zo klaar als een klontje. Ook wel wat animo mogelijk in het zuidoosten van België, maar daar wellicht de convectietemperatuur niet hoog genoeg, waardoor de buien aan de grond blijven. En in de rest van de Benelux kan u relaxen met de korte zomerbroek. Kan u naar buiten, want het gaat wel lekker zijn in het binnenland. Nu, met de uitzondering West-Nederland, West-België. Daar toch behoorlijk frisjes met die wind ook. Goed, en dan hebben we GFS ook qua hagelrisico. We zien hier ja, ook een hagelrisico in het Amerikaans weermodel Focus Noordoost-Nederland. Nu, eerder een klein, maar als het tot hagel komt, nogmaals, de sounding van gisteren liet een profiel zien van een 3 tot een 5 centimeter qua hagel, jongens. Dat is zomerse stuff. Ja? Wil u niet op de wagen hebben? Dan gaan we even kijken in detail naar het Nederlands harmonie weermodel. Yeah. We zien hier ergens de Benelux nu de kijkertjes die het niet gewoon zijn. Waar de Benelux ligt, wait. Dit is de grens met Frankrijk. Dit is de grens met Duitsland. Ja, goed. Hè? Zo ongeveer. En hier ziet u de Noordzee opleggen. We zullen daar al een kruisje plaatsen voor het gemak. Daar ligt de Noordzee. Dus in die semi-driehoek, daar ligt Nederland, België, Luxemburg. We gaan even ja, door het weermodel fietsen, harmonie. Met de zon die er dan tevoorschijn komt, dan gaat de temperatuur stijgen. We zitten al te kijken op 2 uur in de namiddag. Op veel plaatsen in 23 graden zien we dan. Dan gaan we naar 3 uur, 4 uur in de namiddag. Kijk eens daar, een zomerse 25 graden hier met de grens met Duitsland. Ja. De zwarte lijn ligt iets meer richting het oosten. Dus we moeten wel wat meer richting het westen kijken. En daar zien we toch een 25 graden in het Nederlands weermodel. Daar harmonie kan iets te hoog zitten. ECMWF zit iets te laag. Dus daarin het Europese weermodel, het beste weermodel ter wereld. Mensen die mijn livestreams volgen op woensdagavond, 8 uur. Ja, die weten dat ondertussen al. Die zit iets te laag. Die berekent dus minder buien. Harmonie is dus zeer enthousiast. Die zegt, oh Nicolas, het komt wel in orde. We gaan die 25 graden neerleggen in een weermodel. En ja, dan gaan die buien ontstaan. En als die buien ontstaan, dan ziet u ook iets grappigs gebeuren in dit weermodel. Kijk eens, hop, 7 uur, plotse afkoeling. Hoe zou dat komen? Jawel mensen, daar zitten buien.
Kijk eens. En dan gaan we even zien of ze zich uitbreiden, zoals een olievlek. Hoppa. En dan wordt het uiteraard kouder, want we zitten al rond middernacht. Ja, dus harmonie, 25 graden, zou moeten lukken. Jongens, wat hebben we daar lang moeten op wachten? De neerslag. Nu, normaal in deze weervideo's organiseer ik altijd een poll met ja, wat denkt u over de zomer 23? Houdt u van onweer? Bent u een sneeuwliefhebber? In deze weervideo niet dat soort poll. Nee, u mag even in de reacties, onder mij, mag u even schrijven wat u van deze weervideo's vindt. En waarom ze leuk zijn, waarom ze misschien niet leuk zijn, laat het even weten. Ik ben heel benieuwd, dus ik zal het straks ook nog even herhalen. U mag even een rapportje neerzetten hier beneden. Heel simpel, kan soms ook een numerieke score zijn op 10. Ja, altijd leuk om te lezen. Nu, harmonie. We hebben de temperatuurkaart gezien. We gaan uiteraard ook even kijken naar de neerslag. En hier ziet u de Benelux veel beter liggen. Thank you. Even kijken, richting de namiddag, 1 uur, 2 uur, 3 uur, geen issue, geen problemen. We gaan naar de avondperiode, plopper de plopper de plop, daar zijn ze zie. Kijk eens boven Duitsland, de eerste onweerscellen met die 25 graden erbij, 7 uur in de avond, nog altijd Duitsland, komt het richting Nederland, that's the question. 9 uur s'avonds, 10 uur s'avonds, kijk, daar komen ze binnen, oh la 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 la, 11 uur, al meteen een rood tintje. Heel wat regen, 30, 40 liter. Fireworks, ja, zien we dus inderdaad in harmonie. Kijk eens, en dan gaan ze in de nacht doortrekken naar het noordwesten. Blijven in stand ook, omdat er een onstabiliteit in de buurt blijft. Een hoogtetrochje. Kijk eens, hola la 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 la. U zal hier maar met het bootje op de Noordzee zitten. 3 uur in de nachtperiode. Crazy. Wow. Fireworks daar. Ja, nu natuurlijk, daar zit niemand. Letterlijk en figuurlijk. Tenzij het op een boot is. Maar wat een neerslagsignaal. En de rest van Nederland, Noord-Nederland, toch ook wel wat animo daar. Nu de intensiteit, het valt allemaal wel vrij goed mee dan. Na middernacht. En dat is voor veel mensen geen overbodige luxe. Ik ben ook zo, ik hou niet van onweer in de nachtperiode. Ik kan daar niet van slapen. En u weet ook niet heel goed wat er op u afkomt. Zijn er nog zo'n mensen? Laat maar weten. Dus ja, hier tot maandagochtend toch redelijk wat buien in het noorden van de Benelux. Dus daar highlighten, even in de gaten houden. Dan hebben we een ander verhaal. Wat we hierop zien, dat is eigenlijk de onstabiliteit die zich op zondag 21 mei 23 gaat ontwikkelen. En opnieuw de oefening. Waar ligt de Benelux? We gaan dat even mooi aflijnen. Voilà. Perfect. Het is gelukt. We hebben hier de Noordzee, waar het kruisje ligt. En dan gaan we even kijken wat er hier gebeurt. Natuurlijk in de ochtendperiode blauw, blauw en nog eens blauw. Geen onstabiliteit. Dan gaan we even kijken richting het middaguur. 11 uur op zondag. Ja, nog weinig kleurverschil. In de namiddag. Oh, 2 uur in de namiddag. Kijk. Komt al wat lichter blauw. En dan gaan we naar de avondperiode. Duitsland. Redelijk veel onstabiliteit. Mucape. 1200, 1500 joule per kilogram. Nu, wat wil dat allemaal zeggen, Nicolas? Dat was Chinees mucape. Als we 100, 200 mucape hebben, ja, dan kan er al onweer ontstaan. Nu, je begrijpt als het 1000, 1500 joule per kilogram is qua mucape, dat dat al beter is. Hè? Dus we zien wel boven de Benelux een redelijk minimaal signaal. Enkel de oostelijke flank van Nederland heeft wat onstabiliteit daar, voldoende. En dan in de avondperiode gaat dat zelfs nog iets meer richting Nederland. Dan zien we groene kleurtjes, dat is een 800, 900 ongeveer joule per kilogram. Dat is voldoende. Dat is eigenlijk wel voldoende voor wat klank- en lichtspel bij het Amerikaanse weermodel GFS. Het is weer al 15 minuutjes ver in deze weervideo. Het gaat als een trein. Dan hebben we de weerpluim. Ga ik er ook snel eventjes bij nemen. Wat mogen we verwachten de komende dagen? U weet, volgende week woensdag noteren we uw agenda. 8 uur 's avonds, nieuwe update, livestream op dit YouTube-kanaal. En we zien een thermische upgrade tijdelijk. De Yellow Submarine. Dan een tijdelijke daling in het Amerikaanse weermodel. En dan zien we eigenlijk weer een uptrend
van de temperatuur. Ja, we gaan zien of we richting die 25 graden gaan voor meerdere dagen. Er zijn een aantal leden die daar resoluut voor kiezen. Een aantal anderen, ja, die zijn heel voorzichtig. Die laten het zo 20 graden blijven. Neerslagcurve, ja, om te spreken in medische termen. Ik hoop dat u het nooit meemaakt. Een flat line met een aantal piekjes. Maar grosso modo weinig neerslag. Of het zijn een aantal buien. Hoppa, we zijn erdoor jongens. Deze onweerupdate voor zondag 21 mei 2023. Laat even weten, wat vond u ervan? Door een duimpje te geven op de video of in de reacties een heel leuke, originele score te geven. Reactie, wat u er ook maar van vond. Hou het veilig als u in die betrokken regio zit qua neerslag, hagel of onweer. En ik zou zeggen, welkom bij deze YouTube community als je voor het eerst kijkt. Kan perfect. Goed, tot de volgende iedereen. Tot woensdagavond 8 uur voor de gloednieuwe update. Bye bye.